graag foto's zonder dat jullie erachter staan. Ja. Zo, ik kan weer zien wie erbij de haalt. Ja, hey Jan, vooruit kijken. Zo. Iedereen opgehaald. Ja. En dan boven. Dag allemaal. Hij doet het. We hebben gisteren zo'n ding gekregen en die deed het niet. Dus we hebben er net weer één vers aangeleverd. We hebben nog een kwartier te gaan en dan gaan wij lopen. Ik zal jullie straks even uitleggen hoe we dat gaan doen. Sylvère, waar ben je? Hier. Kom je even? Ik kom. Ja, ik moet er bij de leuke mee. Ben ik goed verstaanbaar? Ja. Ben ik goed verstaanbaar voor iedereen? Goed zo. Ja, zo gaat het beter, hè? We hebben hier twee banieren voor. Daar wil ik heel graag achter verzameld hebben. Tussen beide banieren. Er komt nu een auto langs, allemaal even aan de kant. Dat is even zo. Bij de banieren wil ik heel graag de delegatie van het Indisch platform bij elkaar verzameld. Met de mensen die daartussen willen staan. Waarom doen we dat zo? Jullie hebben eigenlijk nog nooit fysiek, of een aantal van jullie wel, maar de meesten niet fysiek kennis gemaakt met de delegatie die al jaren strijdt. De reden dat we hier nu met z'n allen zijn, is dat we kunnen kennismaken, dat we straks gezamenlijk in de stille tocht, en dat zal ook een stille tocht zijn, onze route lopen. Ter nagedachtenis van alle oorlogsgetroffenen uit Nederlands-Indië. Onderweg ontmoeten wij de heer Bussemaker. De heer Bussemaker is helaas wat ouder. Hij loopt dit kleine stukje niet mee, maar is er wel bij in gedachten. En straks ontmoeten we hem op plein 1813, waar Keep Them Rolling ons gaat vergezellen. Daar zullen wij een krans neerleggen die we nu eens eindelijk zelf neerleggen. Bij deze krans zal Sylvère, de voorzitter die naast me staat, zal een woordje doen, nu nog niet. Sylvère is wel een welkomstwoordje. Om even stil te staan bij alle mensen die om ons heen erbij zijn. En alle energieën die om ons heen erbij zijn, want die zijn er wel degelijk. Ik ben ontzettend blij dat iedereen er is. We hebben nu nog 10 minuten. Kan de delegatie zich nu verzamelen bij de banieren? In ieder geval in de buurt staan. Dan gaan we exact om 12:30 gaan we lopen. Sylvère, of 12:30, sorry. Sorry jongens, ik heb niet geslapen. Hier is Sylvère even om een welkomstwoordje te doen. Peggy, dankjewel. Ik heb het zo net even zonder meegevoel gedaan, maar doe nu wel. Mensen, heel veel dank aan jullie bereidwilligheid om vandaag acte de présence te geven bij deze beschaafde en stille tocht. Met als doel erkenning en excuses te krijgen van de regering. En ik stel, het wordt tijd, want het is nu al 68 jaar geleden. Ik denk dat al die Nederlandse regering een ereplaats mogen krijgen in de Book of Records, dat zij zo lang een kwestie hebben weten vooruit te schuiven. Dit hoeven wij niet meer te accepteren. En daarom ben ik zeer verguld met jullie aanwezigheid, dat een sterke steun zal zijn wanneer wij om 16:00 in het besloten overleg gaan. Ik dank u wel en plezier tijdens deze stille tocht. Tot zo. Wow.